Hallo mensen, leuk dat jullie nu kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal, Ivo Lego Plays. En ja, we gaan natuurlijk weer verder met Uncharted The Lost Legacy. En we moeten naar een auto. Want we... Ja, en we gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven waren, want de vorige aflevering waren we ontsnapt van Azaf. Oh, we moeten hier naartoe. En ja, doe vast van elkaar, blauw duimpje omhoog. Als je dat nog niet hebt gedaan, zou ik het wel heel erg super tof vinden. Is er een veilige manier om hier naar beneden te komen? Nou, misschien wel. Wow. Mijn brug is ingestort. Kun je naar de overkant? Probeer ik. Oké. In orde trouwens. Mijn brug is dus ingestort. We moeten dus hier naartoe. Daar gaat ie. Oké. Touw pakken. Oh ja. En als je nog niet hebt geabonneerd, zou ik het wel erg super tof vinden als je het wel doet. Want ja, dan heb ik ook weer natuurlijk een volger erbij, weet je. Huppatee. Yep. Ja, ik ben er nog, Nadine. Kom, geef me je hand. Het lukt wel hoor. Oké. Zal ik... We gaan naar de auto, zoals ik zei. Laat me nou. Echt niet. Ik heb graag de controle. Oh echt? Ja. Zullen we maar even van de rust genieten? Misschien een domme vraag. Geen rust dus. Hoe weet je zeker dat de slagtand daar nog is? Die zou anders al lang in het museum liggen, denk je niet? En ik zag nergens een hoysela tentoonstelling. Hey, misschien kun ik hier op de waterval. De hoysela waren. Ja, nou, dat is eigenlijk de schuld van een naaste koning. Jong, roekeloos. Beetje pronken met zijn rijkdom. Hij bouwde een nieuwe hoofdstad voor de slagtand. Dat was inderdaad slim van me. Snel voor de poorten. Hey, flamingo's! Geweldig! Wat zit hier nou? Waar ben je nou hier achterdoor? Zo, best leuk hè, die vrije natuur. Even ik wil even lekker de auto wassen. Vrij rustig. Kom je hier vaak terug? Nee. Niet zo. Echt, nee. Zo. Best leuk hè, die vrije natuur. Even weg van ja. De stad. Vrij rustig. Kom je hier vaak terug? Nee. Niet echt. Zo, nee. Hier. Hé, hey, kijk voor je. Rustig aan. Wow. Zo, kijk eens aan. Een hoysela ruïne. Kunnen we door die poort? Ik ga wel kijken. De oude hoofdsteden. Wat stelt dit voor? Halabidou en Belour. Dus dit zijn niet Ganesh en Shiva. Je hebt nog opgelet ook. Ganesh was de bewaker van Halabidou, de jongste van de Hoysala hoofdsteden. Shiva was de bewaker van de voormalige hoofdstad Belour. Nou, het is prachtig gemaakt. Maar veel bescherming biedt dit niet. Hier woonden de beeldhouwers, denk ik. We zijn nog niet in de stad. Dus je hebt ook al verstand van archeologie? Nee, maar mijn vader wel eigenlijk. Ik ben maar een dief, weet je nog? Hey, heeft onze huurauto een lier? Zo te zien wel. Goed, dan zijn we snel klaar met deze poort. Wat, je gaat hem gewoon omver trekken? Dat is het plan. Of heb je soms dynamiet? Nee, jammer genoeg niet. Dan wordt het een lier. Inderdaad een lier. En ik weet waar ik die kan halen. Aan de voorkant van de auto. Nee, niet in de auto stappen. Hehe, de lier. Zo. Oké, zo moet het lukken. Fraser, weg, een hinderlaag. Shit. Zoek dekking. Zorg voor de waarschuwing. Holy shit! Dat was even een hinderlaag. Okay, dat was dat.
Voor het geval er meer komen, ja, moet ik wel even gaan kogels gaan halen. Want dat is altijd wel handig als er nog zoiets komt. Is ook wel handig. Die muur ziet er niet sterk uit. Wacht, kan je? Zo. Hey, schat. Yep, alles goed. Ik heb de slagtand van Ganesha gevonden. We kunnen gaan. Goeie. Oh. Nee, ik moet even kogels nog gaan pakken. Hiermee kom ik er wel overweg, bedoel ik. Waar waren we? Je ging een oude poort uit de hengselstreek. Oh ja, dat was het. Huppatee. Wat is dat? Waarom ben je zo stil? Ik snap het gewoon niet. Ik had verwacht dat je wel wat voorzichtiger zou zijn met Indiase ruïnes. Emoties kunnen dodelijk zijn. Dit soort werk. Waar moet ik dan heen? Ik ga wel even hier naartoe. Wacht, kan ik nou over die poort? Yep. Wow, wacht. Het zijn gewoon vliegende knaagdieren. Nee, dat zijn ze niet. Knaagdieren? Het zijn eerder primaten of makies. Oké, ik zoek het wel op. Daar gaat hij. Oh, even naar boven komen, jongens. Door de modder. Oh. Gelukt. Huppatee. Gaat ook weer lekker soepel. Shit. Goed gezien. Shit. Hij heeft een heel leger meegenomen. Misschien zijn er binnen zelfs nog meer. Hey, ik ben vereerd dat hij ons zo serieus neemt. We moeten door die poort zien te komen. Oké, maar even rustig. We moeten eerst afrekenen met deze man. Je hebt een plan? Ja. Tuurlijk. Ja, ik zet de auto per ongeluk hier neer, want dan kunnen ze niet merken dat ze dan, zeg maar, ja, je snapt wel, want er zijn meer mannen. Dan kunnen ze niet, zeg maar, schieten en daar gaan anderen op af. Dus ja, dan kun je maar... Oeh. Wegwezen, wegwezen, oh. Die mannetjes moeten echt weg. Niks aan de hand hier. Phew. Ging maar net goed. Welke is beter? Deze? Nee, deze heeft wat meer kogels. Ja, kom maar. Oh, dat is een sniper. Oh god. Oh, jij pakt hem, Nadine. Thanks. Oh, er loopt nog iemand daar. Doei. Wow. Het gaat lekker zo, jongens. Ja, er staat iemand. Wat zit er in die kist?
Zo. Oh, alleen maar handgranaten. Ik bedoel eigenlijk pistooltjes, maar daar heb ik eigenlijk niks aan. Zie je nou daarboven iemand? Ja, daarboven zit iemand. Klimmen. Op de deur. Doei. Oh, dat was de laatste. Oké, dat waren ze dus. Kom, we gaan. Zo. Die is ook weer open. Ja. Voorzichtig. Altijd. Oké, naar beneden gaan, jongens. Vang me op. Goed. Opschuiven jij. Ik kan ook prima zelf rijden, hoor. Geloof ik best, hoor. Maar ik wil rijden. Oh. De westelijke chat, hoofdstuk 4. Ja, maar we hebben wel iets wat Asaaf niet heeft. De drie symbolen. Even op de kaart kijken. Goed, even kijken. Wij zitten ongeveer hier. Ik kan het wel even markeren. Ja. Zullen we maar naar die zwarte toren toe gaan? Moet je die toren zien? Wauw. Je zou daar vast nog goed uitzicht over het land hebben. Misschien. Oké, ik kijk wel of ik Asaaf ergens zie. Perfect. Niet dat ik me zorgen over maak, hoor. Zou wel moeten. We zijn het verrassingselement nu wel kwijt. Volgens mij verwachtte hij niet veel van je. Maar, er staat een truc. Was dat een compliment? Zo klonk het in elk geval wel. Zijn mannen zijn idioten, maar Asaaf is... Oh, nee, ik dacht dat het een truc was. Een truc bedoel ik eigenlijk. Ik begrijp niet wat mensen zien in iemand als Asaaf. Simpel. Hij zoekt zwakke mensen en geeft ze macht. Geeft ze een doel. Een doel? Hij houdt ze gewoon voor de gek. Ik zie daar wel wat. Ik zal er maar even naartoe gaan. Hoe ben je eigenlijk met Asaaf in contact gekomen? Doel? Praat ik niet over. Volgens mij vindt hij jou wel leuk. Hou maar op. Ik kon hem toen goed gebruiken, maar... Ja. Vertel maar. Nee, liever niet. Misschien bij een drankje? Moet je me eerst onder tafel drinken. Ja, want ik zag daar wel wat. En dat is hier. Ik ga hem even kijken, want het ziet er wel heel betrouwbaar uit. Oké, jij bent hier de militair. Wat is de strategie van Asaaf? Hij laat zijn mannen in een groot gebied jacht op ons maken. Dat zou ik anders doen. Wat zou jij dan doen als je Asaaf was? Oh, wacht even. Kijk daar, een van de trucks van Asaaf. Volgens mij is het veilig. Hij moet hier ergens zijn, Asaaf, dus. Of tenminste zijn mannen. Ik pak alvast even de leer voor de zekerheid. Kijk, daar is Parashurama's boog. Dus. Oh ja. Parashurama. Oké. Wie was dat al gezien? Oké. Zesde verschijning van de god Vishnu. Een geduchte strijder. Oké. Ik moet het nog even laten bezinken. Huppatee, gaan we met de auto. Kom, naar binnen. Wat denk je dat dit we gaan wel lopend. Geen idee. Want je kan niet met de auto hier naartoe binnen crossen. Dat zal helemaal gek zijn. Zo.
weg zijn uit het gat. Ik hoor wat. Van die mannen. Sorry. Nog even volhouden. Als we de slagtand hebben, doet iedereen wat. Hé, ik zie je. Weg jij. Ik had het tegen die... Tegen die, die gast. We hebben ons pak gehoord. Dat is dan maar zo. Kom op. Huppatee. Daar heb je de rest. Jullie zijn wel een gemakkelijk doelwit daarboven, hoor. Laat je maar komen. Hier. Krijg je ervan als je ons gaat schieten. Oké. Zo. Alles is veilig. Weg met die gasten. Er stond hiervoor een grote truck geparkeerd. We moeten alert. Ja. Ik kan hier alleen nergens een pistool pakken, want ik heb meer angel nodig voor dit wapen eigenlijk. Ik had liever een voorsprong op Asaf gehad. Niets meer aan te doen. Maakt niet uit wie er begon, alleen wie het afmaakt. Dat is waar. Wat is het? Denk het niet. Ik zie geen afbeeldingen van. We moeten denk daar naartoe, dus we gaan met de trap. Kom maar mee! Wow! Dat scheelde niet veel. Zo. Oh, goddomme, ze zitten er weer. Niet te geloven. Was ijs. Shit, we zijn erbij. Huppatee, weg, shotman gun. Ja, ik moet even bijkomen. Domme. Lekker. Weg jij! Goddomme! Sluipschutter! Wow, gelukkig was ik daar weg. Shit. Waar zitten ze? Hebbes,
Recht door je kop, gap. Zo dan, dat was de laatste. Dat is mooi. He, eindelijk. Dat wilde ik net zeggen. Ja, want het waren echt geen lieverds, dit. Ik zou wel even wat meer ammo gaan pakken. Kan ik hier wat meer ammo pakken? Nee. Godverdomme, ben ik teruggegaan voor niks. Zo. Die poort moet nog open kunnen. En we zijn zo dichtbij. Er moet hier ergens iets zijn om hem te openen. Ja, dat moet wel. Laten we zoeken. Kan je hier nou overheen? Oh, hier ligt de kist. Misschien zit er wat iets bruikbaar in. Oh, weer dezelfde gun. Ik word er echt helemaal scheidsziek van. Er moet ook wel ergens iets zijn om dat ding open te maken. Misschien hier. Hey, daar op die toren. Volgens mij zie ik daar nog zo'n mechanisme met een draaiwiel. Ja, welke toren? Misschien die? Want ze weten natuurlijk maar nooit. Het is een soort mechanisme. Daar gaat hij. Kijk. Oh, dus daar gaat hij door open. Zo moet het lukken. Yep. Zo. Hier naartoe. Ik ben er. Oh shit. Oh. Oh, ja. Wow. Ik weet niet dat ik die brug in ga storten. Of lang, of zo. Mag ik even? Lukt het daar? Ja, prima. Zo. Ja, gaat lekker. Zo. Dit is echt zo gevaarlijk wat we nu doen. Ik ben er. Goed gedaan. Dank je. Kom op. Kijk, hier is dan. Ik weet wel wat hierin moet. Ik zei toch dat het een sleutel was. Bonuspunten voor jou. Nou, maar eens kijken wat er gebeurt. Wat is het? Oeroude hoysala legpuzzel? Natuurlijk. Ik maak een boog. Een boog? Oh! Nou, dan weet ik wel hoe die moet. Zo. Huppatee. Kijk daar. Parasurama. En nu? Nu draaien we aan het wiel en kijken we wat er gebeurt. Is het wel veilig? Je weet toch wel dat schatzoeken niet geheel zonder risico's is, hè? De huurlingenwereld ook niet. Maar wanneer ik de pin uit de granaat trek, weet ik wel wat me te wachten staat. Bij mij is het veel leuker.
Zo. Hoorde je dat? Voel je dat? Oh, we hebben het water opgemaakt. Kijk daar eens. Oh, Jezus. Ze hebben daar een gigantisch relief uit de bergwand gehakt. En jij dacht nog wel dat dat biel ons de dood zou injagen. Gelukkig heb ik de dochter van de archeoloog bij me. Het was vast erg leuk toen je klein was, hè? Eigenlijk best wel. Ik heb veel geleerd. Het Hooislaarrijk was helemaal zijn ding. Daar stak hij veel tijd in. Maar ik, als ik speur naar een schat, moet ik wel wat verdienen. Logisch. Ik neem ook alleen risico's als het goed betaalt. Dat begrijp ik best. Je runt een heel leger, hè? Een hele verantwoordelijkheid. Tweede natuur. Het was mijn vaders bedrijf. Hij stopte en toen kwam ik. Familiebedrijf? Ik maakte er een zootje van. Maar dat weet je al. Want jij en die Drake-broers waren toch close? Ja, nou. Dat vertel ik je later nog wel. En, waarheen nu? Dat fort boven de waterval is misschien interessant. En misschien dat fort op de berg. We hadden het over de Drakes moeten hebben voordat ik deze klus aannam. De kaart is bijgewerkt. Oh! Ik ken Nate wel goed, maar Sam niet. Die kwam ineens uit de lucht vallen. Oh. Laten we kijken of we bij de auto kunnen komen. Goed plan. Yep. Alleen de brug is ingestort. Oh. Deze nu? Hij is nu open. Oh. Oh. Naar beneden. Water van een berg. Maar we gaan eerst even naar dat ding met dat rondje erom. Ga ik eerst even naartoe. Wat? Ik word een aanbod in. Ik kijk een gegeven paard niet in de bek. Vooral niet als iedereen me wil zien gaan. Begrijp ik. Maar aan de andere kant. Oh, is er een andere kant? Ach, als mensen niets van je verwachten. Kun je ze ook gemakkelijker verrassen. Deze wereld is hard, keihard, als je er alleen voor staat. Daarom moet je pakken wat je kunt. Oh, oké. Fraser, wacht op. Voorzichtig. Er zitten hier overal rebellen. Op hoop van zegen. Goddomme, er zitten weer rebellen hier, oh. Oh, wacht. Pas op. Waarom luisteren we eigenlijk nog naar die flanken? We worden afgeschreven met waardeloze restjes. Gerechtigheid komt met de tijd. Heeft de baas zich al gemeld? We zien hem vanzelf wel komen. Hij kan niet overal tegelijk zijn. Hij zal wel blij zijn. Dat beeld is heel bijzonder. Denk je dat het veel waard is? Het zou mooi zijn voor ons. Ah,
Oh, rocket launcher. Bye bye. Oh jee. Je houdt ons niet tegen. Oh shit. Doei. Oké. Kust veilig. Even rondsnuffelen. Oh, het is maar zoiets. Maar ik ga nog steeds even naar het ding met het rondje erom. We hebben in ieder geval deze buurt uitgeschakeld. Dat is mooi. Even weer op de kaart kijken. Werkte je altijd al alleen? Meestal wel. Hoe oud was je toen je begon? Jong. Ik leerde al snel dat je mensen moet laten denken dat ze hun zin krijgen. En hoe je daarvan kunt profiteren. Dat is mij te subtiel. Ik kies liever voor de directe aanpak. Ach ja, ieder zijn ding, hè. Zo. Bruggetje. Hier omhoog. Denk ik. Ik ga er zomaar ergens naartoe. En ik zie daar wel wat. Wauw. Ongelooflijk. Ja, echt wel. Gaan we daarheen? Prima. Gaan we even kijken wat hier is. Schitterend. Misschien krijgen we iets op de kaart bijgewerkt. Hoe lang duurt het volgens jou om zoiets als dit te maken? Jaren. Tientallen jaren. De Hoysala waren zeer bedreven in stenen bewerken. En in vechten dus. Dat ook. Volgens mij maakten ze deze om hun overwinningen tegen de Perzen te vieren. Zo te zien vocht de stad leeuwen. Inderdaad. Veel baat het niet. Maar dat was lang geleden, toch? Die afbeelding ken ik ergens van. Die afbeelding is dezelfde als die op de schijf. En wat betekent dat? Ik weet het niet, maar ik denk dat we nog twee symbolen moeten vinden. Doen we dat? Maar dat gaan we de volgende aflevering weer doen. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie dit een leuke video? Doe vast voor mijn kaart. Blauw duimpje omhoog. Als je dat nog niet hebt gedaan, zou ik het wel heel erg super tof vinden als je het wel doet. En abonneer natuurlijk even op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, zou ik het ook wel heel erg super tof vinden. En ik zie jullie bij de volgende video. En dan gaan we de andere twee symbolen vinden. Misschien twee torens, je weet het maar nooit, maar... Ik zie jullie bij de volgende video. Later!